Paul van der Hoeven, voor de zoveelste keer een inbraak, veel schade aangericht. De huiskat die op zichzelf moet letten, want anders loopt die verwonding op. Want ze zijn met veel geweld zijn ze hier binnengetreden en wat hebben ze weten weg te graaien op heden? Nou, er is behoorlijk veel geweld gepleegd eigenlijk en heel grof tekeer gegaan. En het gaat eigenlijk om een paar centen. Dus ja, het is allemaal niet in verhouding en ik heb dit nog nooit gezien met zoveel grof geweld. Ze zijn over het hek geklommen of is het een verdachte waar jullie op zoek zijn? Hebben jullie een daderprofiel? Nou ja, ik denk niet dat het iemand is die normaal in zijn vel steekt, dus we denken wel aan junks. Eén of meerdere? Nou, het zal er wel één geweest zijn als ik het zo zie, want het raam is vrij klein. En hij is er toch doorheen, hij of zij is er toch doorheen gekropen en er is zelfs een rabatdeel uit de gevel getrokken om een opstapje te hebben. Dus het is denk ik ook niet iemand die het voor het eerst doet. En de schade loopt gauw in de duizenden euro's? Ja, ik denk het wel. Want er zijn ook automaten vernield. Er zijn ook automaten vernield. Kasten? Ja. Ja. Allemaal geplunderd? Ja. Ja, klopt. De politie is nu met een forensisch onderzoek bezig. Want dat is allemaal verzekeringstechnisch natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Want zit de kans er gegeten in dat jullie uit de verzekering worden gegooid? Omdat het stelselmatig zich voordoet? Dat denk ik inbraken. Niet. Dat denk ik niet. Nee. Die hier gepleegd worden op de Oerdenstee? Nee, dat vermoeden heb ik niet. Laten we nog even naar binnen, even kijken. Ja. De politie is klaar geloof ik met het forensisch onderzoek. Maar dan staat u in ieder geval met het procesverbaal en het rapport wat opgemaakt is. Staat u wat sterker bij de verzekering om het verhaal te krijgen? Ja. Dat zijn de automaten die kan je juist een bakje treus meenemen? Nee. Met het personeel? Dat was er vanochtend niet bij. Dit is allemaal gesloopt. Opengebroken. Dus dat moet allemaal vernieuwd. Koffiezettertje. En die kasten ook opengebroken achter u? Nee, die niet. Prijzenkasten hebben ze ongemoeid gelaten. Intussen al wat opgeruimd hoor, het zag er van wat veel erger uit. Maar ze hebben daar dus een gat in getrapt en ze zijn langs de onderkant naar binnen gegaan. Dus nogmaals. Trieste niet... bedoeling. Ja, heel triest, ja. En dan heb je ook allemaal beperkte die u met werk bijstaan. Ja. Ja, die schrikken daar ook wel van, ja, dat klopt. Ja. Die zijn helemaal uit te doen, uit de lood ook. Ja, die zijn aardig van hun apropos. En niet alleen omdat ze niet even een bakje van het een of ander hebben kunnen nemen. Ja, dat hebben ze voor hunzelf nog, dus daar ga ik nu ook een bakje bietsen. Maar het is niet prettig dit. Het verlof van het weekend is ingetrokken om het eventjes hier met de nodige beplating, houten beplating, weer op orde te krijgen. Ja, ja. Ze hebben waarschijnlijk die kussentjes gebruikt om de handen te beschermen om het glas eruit te trekken. Dus... ze zijn wel voorbereid geweest. Er is DNA vooralsnog gevonden. Ik zie net het forensisch weglopen. Ik heb daar nog niks van gehoord. Dan krijg je zo uitsluitseling over. Ja, klopt. Dat misschien wel ze een spoor kunnen geven als die of zij zich had opengehaald. Ja, de onverlaat die dit. Daar wordt wel naar gekeken. Ja, het geweten heeft. Ja, of de bloedsporen. De verdachte die bezocht wordt. Ja. Naastig. Heeft u ze wat verdachts gezien, want aan de overkant heb je volgens mij een flat waar je vannacht toch wel het een en ander hebt moeten horen, dan wel moeten zien, maar het is donker dan. Het is allemaal ver na middernachtelijk is het hier gebeurd, geschiet, heeft het plaatsgegrepen. Ja, dat lijkt me wel, want dit maakt herrie. Dus het moet wel op een uur geweest zijn dat iedereen zijn ogen toe heeft. Dus lekker ligt te slapen. Maar het is hier aan de overkant. Er staat een grote flat. Ja, en meestal doen die wel melding van zaken. Maar in deze is het niet geregistreerd. Dus jammer. Heeft u iets verdachts gezien, zeker gehoord, dan wel vernomen? Schreeuw niet te bellen, de politie daarvan op hoogte te stellen. Of hier bij Ton van der Roer helpen de verdachte in het snotje te krijgen in de kraag gevat. Ja. Want, die moet zijn gerechtvaardigde straf niet ontlopen. En hopelijk valt er nog wat van te plukken, schade bij verhaal te krijgen. Maar dat is misschien wel ijdel hoop. Ja, andere keren ook niemand in het snotje, niemand in het vizier gekregen, niemand achterover getrokken. Nee. Maar de inbraken, hoeveelste keer is dit?
Ik denk dat in de 3 jaar dat ik hier werk, zo'n beetje de 5e keer is. Zo. Dus dat roept en riekt misschien wel een klein beetje naar een recidief. Ja. Maar sowieso